het is de week van de alfabetisering. Waarom hebben jullie als school zijnde besloten om hier aan mee te doen? Nou, wij vinden het heel erg belangrijk dat kinderen goed leren lezen en schrijven. En wij merken dat er toch ook nog heel veel volwassenen zijn die daarin ondersteuning kunnen gebruiken. En daarom vonden wij het heel erg leuk om samen met de Stichting Lezen en Schrijven hier aan mee te doen. Nou, Stichting Lezen en Schrijven is een stichting die is opgericht in 2004 door Prinses Laurentien. Zij kwamen namelijk achter dat er heel veel mensen, maar liefst 1,3 miljoen mensen in Nederland moeite hebben met lezen en schrijven. Je merkt toch dat er nog heel veel schaamte en taboe rond het thema is. Dus heel veel mensen die vinden het nog moeilijk om daaruit te komen. Nou, precies in deze week willen we juist extra aandacht vestigen met allemaal partners in het land. Dus we zijn vandaag bijvoorbeeld op de Rieten Dakschool hier in Ondiep. En dat zie je dat er in heel Nederland 5600 activiteiten zijn in de week. Dus dat is echt het moment om zoveel mogelijk eigenlijk reuring te creëren, herrie te schoppen zoals ik dat altijd noem. Om juist dit thema waar zoveel schaamte voor is en zoveel taboe, om dat voor het voetlicht te brengen en onder de aandacht. Dolfje weer over het spel, maar zometeen zal het gelanceerd gaan worden. En ja. Kunnen de kinderen uit heel Nederland dit gaan spelen? Ja. Ik geloof dat wel 60.000 kinderen dan tegelijk dit spel online gaan spelen. Dus dat is wel heel geweldig. 3, 2... Wat is nou de Dolfje Weerwolfje game precies die we net gelanceerd hebben? Het is een spel met de bedoeling dat je er echt iets van leert, maar op een leuke manier, zodat je eigenlijk niet eens merkt dat je iets aan het leren bent. Maar het gebeurt doordat je het speelt, leer je vanzelf dingen. Dus dat is een heel verschil. Het is geen game waarbij je anderen moet doodschieten of doodrijden of al dat soort dingen. Het is gewoon een leuke game waar je veel van leert. Wat zijn jullie nu precies aan het doen? Het ballonnenspel. En wat is dat? Zo, net wel als woordzoeker. Een galgje. En dan gaat een ballon kapot. Als je een letterfout hebt, dan gaat een ballon kapot. Denken jullie dat jullie het thuis ook gaan spelen? Deze game? Ja. En gaan jullie het spel ook effectief op school gebruiken in de klas? Nou, ik denk zoals het nu is, die kinderen zijn nu zo enthousiast dat ze daar op school wel even mee bezig zijn. Maar ze zullen het wel na schooltijd vooral gaan gebruiken. Dat is ook de bedoeling ervan. Maar als kinderen tussendoor een keer klaar zijn met hun werk en aan dat spel willen beginnen, dan kan dat natuurlijk altijd. Verdwijnspreuk. Fuchsia rent de heksenschool in. Alle heksjes zitten al op hun plek. Waarom vindt u het nou zo belangrijk dat kinderen en ouders zich bezighouden met lezen, schrijven, taal, etc. in een jong stadium al? Omdat hoe eerder je met taal bezig bent, hoe eerder je leert lezen, hoe beter je dat kunt later en hoe beter je op school wordt en hoe meer kans je hebt om een goede baan te krijgen later om veel te leren. Je moet het zo zien, als jij als kind al heel vroeg wordt voorgelezen en je gaat naar groep 4, dan ben je, naar groep 1, sorry, dan ben je 4 jaar, dan kun je op dat moment, als je al vanaf je eerste jaar bent voorgelezen, heb je al 5000 woorden die jij in je hoofd hebt die je kunt. Ben je nooit voorgelezen, dan heb je ongeveer maar 1000 woorden in je hoofd als je 4 jaar bent. En dus met 5000 woorden heb je een enorme voorsprong en kun je veel beter dingen leren. Alsjeblieft. Doei. Heeft u nog een kleine tip voor alle Ondiepers die nu zitten te kijken? Word lid van de bibliotheek. Ga boeken halen en als je kleine kinderen hebt, ga ze elke dag een kwartiertje voorlezen. En voor jezelf is dat ook heel leuk en het is een heel mooi, gezellig moment voorlezen. Ja, een grote tip is, schaam je er niet voor. Schaam je niet voor als je moeite hebt met lezen en schrijven. Je kunt kijken op de website lezenenschrijven.nl en daar staat heel groot, ik wil me graag aanmelden of ik zou eigenlijk wel wat meer informatie willen. Nou, doe dat en daar zitten mensen klaar die je kunnen helpen. En die kunnen ook laten zien en voorbeelden geven van wat je eigenlijk zou kunnen leren. Aan wat je eraan kan hebben. Dus schaam je er niet voor, kom ervoor uit. En als je zegt, ik zou het superleuk vinden om anderen te helpen, dat kan ook. Dus kijk ook op lezenenschrijven.nl en meld je aan als vrijwilliger. Wat ik zoek, dat vind ik in een boek. Iets over een draak of over een snoek. Ik vind het in een boek over heksen en reuzen, helden en kneuzen. Want soms ben ik zelf de kabouter of de elf in dat boek. In dat boek.